Hallo jongens, goedemorgen. Oh, het is echt goedemorgen nog. Ik ga een pashoekjesoplog voor jullie doen. Oh, ik ben uitgeput. Ik heb net gerend. Ik zit in de trein naar Almere. En dan heb ik eventjes om te drinken, want Ruben is nu met de auto naar de kapper. Daar heb ik ze mee op. Ik weet nog niet precies naar welke winkels ik ga. Het is de day after Christmas, dus ik ben echt super brak. Gisteren gezellig met mijn schoonmoeder allemaal rode wijntjes lopen drinken. En dat ben ik niet gewend, dus ik ben echt heel moe. Maar ik had wel heel veel zin. En aan de trein te zien is het echt rustig of zo vandaag. Oh, jongens. Oké. Ik neem jullie mee. Station. Ik ga me inhouden, maar eigenlijk moet ik dit echt hebben. Zo leuk. Oké, ik ben in de Primark en het valt echt tegen. Maar ik kom natuurlijk super vaak in Primark. Dus alles wat ik zag ken ik al. Dus ja. En ik kwam een kijker tegen en ze riep mijn naam om te kijken of ik het wel echt was. En dat was echt super leuk. Wat ik nu al aan heb is deze trui van Primark die ik al in mijn shopvlog liet zien. En op Instagram, hij is echt wel leuk. Broek van Primark en schoenen van Puma. En ik heb mijn teddyjas aan. En ik heb serieus maar één ding. Omdat ik het gewoon allemaal niet leuk vond. Maar ik wilde deze wel heel graag passen. Oké, dit is hem. Ten eerste zie je weer heel veel BH er doorheen. Ten tweede is hij super statisch en trekt hij ook naar mijn buik toe. En ten derde ben ik nu zo verslaafd aan dit soort lekkere zachte stofjes. Ik vind hem echt wel heel erg tof hoor. Ik vind hem echt heel tof. Nee, maar ik vind de kwaliteit, hij is 13 euro. De kwaliteit vind ik niet goed. Hij is echt, echt super statisch. Maar pluister ik super erg nu. Nee. Nou, even naar de H&M denk ik. Oké, jongens, ik ben in de H&M. Het is best wel een kleine H&M, maar ze hebben op zich wel een leuke sale. Het zijn wel weer allemaal truien, dus als je daar niet van houdt, dan I'm sorry. Oké, ik ga passen. Oké, niet echt winters, maar deze is 10 euro en ik vind hem eigenlijk echt perfect zitten voor mij. Hele simpele trui, maar ik vind hem, ja, ik hou echt van deze kleur. Ik vind hem heel erg leuk. De mouw is net een beetje lang. Het stofje is een heel klein beetje prikkend, maar niet heel erg. Even denken, want hij is natuurlijk niet heel bijzonder, maar ik ga er even over nadenken. Oké, dan heb ik dit topje van 10, maar hij is echt veel te laag, dus die neem ik sowieso niet. En dan dit vest, die is 15. Het is wel heel lekker, maar hij kriebelt. Ik vind hem heel leuk, ik vind deze kleur ook altijd heel mooi bij mezelf. Maar het is zo'n kriebelvest en dan weet ik nu al dat ik hem er niet heel snel bij zou pakken. Kijk, hij is echt lekker groot. Ik vind hem wel echt heel leuk. Ook echt zo'n juffenvest. Nee, als ik kriebel moet ik het niet doen. Ik denk trouwens dat ik die roze niet neem, die felle. Deze is 15. Het is ook niet echt heel boeiend, maar het is een soort van heel licht roze. Ik denk dat sommigen zouden zeggen het is wit, maar het is volgens mij heel licht roze. Maar ik ben nu zo erg die zachte stofjes gewend, dat ik elke trui vind kriebelen. Dus dat is wel een beetje stom. Ik vind hem wel leuk staan. Ik hou heel erg van dat mouw een beetje pofferig is. Ja, maar nee, ook niet denk ik. Deze trui is ook 15 nu. En weer die leuke kleur. Tenminste, ik vind het echt een leuke kleur. Maar hij kriebelt ook. En dit is echt, zeg maar, echt kriebel. Ja, ik kan daar niet tegen als het kriebelt. Hij is wel leuk. Nou ja, maar ik vind dit, zeg maar, zo mooi als zo'n kraag zo mooi erin zit. Maar nee, ik word nu al gek van de jeuk, dus nope. Oké, deze is ook 10. Maar ik ben kritisch hoor vandaag. Maar ik ken mezelf. Kijk, het zit gewoon prima. Het zit lekker los. Daar hou ik van. Chill om in te werken. Toch een beetje een glittertje erop. Maar het is wel heel saai. Eigenlijk toch? Of niet? Het is niet bijzonder. Dus niet dat ik denk, oh, ik heb echt zin om deze aan te trekken. Het is meer gewoon comfy en toch cute. Nee, ik denk dat ik deze ook niet neem. Ja, dit is een M, dus eigenlijk te klein. Maar het was het enige die er nog hing. En hij is 10 euro. En ik vond het, ik denk dat ik het leuk vind, maar ik weet het niet zeker. Kijk. Of is het raar? Kijk. Als je twijfelt, hè. Maar ik merk al dat ik echt in een bui ben dat ik overal over twijfel. I'm a dreamer. Hij zit best oké. Okay. Weer die mooie kraag. Hij valt wel goed. Ik vind hem wel ergens heel leuk. Maar ik vind het, zeg maar, op camera als ik hier kijk, vind ik het weer minder leuk dan in de spiegel. I'm a dreamer. Twijfel. Oké, hier ben ik dus helemaal verliefd op. Ik zag serieus alleen de kleur en dit.
En ik had helemaal niet gezien dat dit er ook op zit. Hij is net een beetje kort, maar dit vind ik zo prachtig. Volgens mij. Deze was eerst 40 en nu 15. En eigenlijk zou ik hem één maat groter moeten, maar dat is er niet. Kijk. Ik moet dit gewoon hebben, puur. Hier dat ik die neem, die Dreamer en deze. Ja, ik vind dat echt te gaaf. Oké, ik heb uiteindelijk die grijze niet genomen, alleen die blauwe. Ruben is hier. En waarom die naar Amstelveen wilde, dat gaat niet door. Dat is er niet. Dus nu blijven we hier. Dus dan ga ik hier nog even naar de Zara lopen. En eigenlijk wilde ik ook nog naar de H&M weer misschien terug. Maar er zit ook nog een H&M. Daar gaat Ruben nu ook heen. Dus daar ga ik denk ik even heen. Oké, jongens. Ik ben in de Pool & Bear. Die zit nu ook in Almere. Superleuk. Ze hebben heel veel leuke dingen, maar je mag maar 6. Nou, ik heb 7 dingen, maar je mag maar 6. Ik heb deze trui. Weer zo. Ja, eigenlijk weet ik nu al dat ik hem niet zo mooi vind. Maar ik wil hem gewoon even passen. Nog een gele. Een soort van glitterjurkje. Een leuke blauwe New York trui en nog 2 truien. Oké, de pashoekjes zijn hier echt super klein. Dus alles valt er onderdoor. En dit gordijn gaat heet het open, dus echt niet chill. Maar dit is de trui. En ik vind hem niet zo leuk bij mezelf staan. Hij is 10 euro. Maar het is niks voor mij. Deze is 16. En ik vind hem eigenlijk best leuk staan. Maar ik vind het eigenlijk niet zulke mooie kleuren. Kijk. Ja. Nee. Nee. Deze is 6 en ik vind ze leuk staan. Maar zoals ik al zei, ik ben kritisch vandaag. En dan denk ik van ja, het is niet heel boeiend. Toch? Ja. Het is maar 6 euro. Maar denk ik ja, ik probeer echt te denken van heb ik zin zeg maar de volgende dag om deze aan te trekken. Nee. Deze is niet in de Lucille. Hij is 20 euro. Ik hou heel erg van dat donkerblauw met zo'n New York. Het is een L. Ik dacht dat ik een XL moest hebben, maar hij is best groot. Dus als ik hem neem zou ik voor een M moeten gaan. Het is niet... Ja, zie je, gaat het weer open. Het is niet heel speciaal. Kijk, het is gewoon een donkerblauwe trui. Ja, ik vind het wel heel leuk. Hij zou dan wat kleiner moeten zijn. Een maatje kleiner. Ja, ik hou er wel echt van. Maar, denk je voor 20 euro? Ik weet het niet. Wat vinden jullie? Deze trui is ook 20. Het is een zacht stofje. Zelf zou ik hem een maatje groter nemen, maar die was er niet. Het staat wel mooi. Maar ik heb veel truien, dus ja, ik vind het wel echt mooi staan. Waarschijnlijk gaan jullie ook zeggen, ja, beter, strakker. Het staat wel heel mooi. Kijk. Het is echt niet te groot. Een mooi stofje. Ja, ik vind hem wel heel leuk. Maar ik draag echt vaak oversized, dus ik ben bang dat ik hem dan niet aan ga trekken, omdat ik hem dan hier te strak vind ofzo. Deze is ook 20 en dit is weer zo'n soort champignon trui. Het is wel heel groot. Het is een M. Ik kan hem dan zeg maar in je broek doen bijvoorbeeld. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Vind ik niet mooi bij mezelf. Van voor wel, maar niet van zij. Zo. Ja, zo is het heel leuk, maar dat draag ik niet. Dan heb ik van de zijkant hier zo'n buikje. Kijk, zo inderdaad in je broek. Ik weet ook dat dat leuk staat hoor. Ik vind dit heel leuk staan. Maar dat doe ik dus niet. En zo vind ik hem dan niet zo leuk. Oké, deze is 16. Ik heb hem even over mijn broek gewoon hoor. Ik vind het... Ja, het is zakachtig hoor, maar ik draag geen strakke kleding. Kijk, dit is het stofje. Het is wel mooi. Ik doe even mijn broek uit. Ik moet zeggen dat ik het best mooi vind eigenlijk. En ik wil me er ook fijn in voelen. En dat voel ik me wel in zoiets. De mouwen zijn voor mij echt top. Over mijn armen. Mijn buik lekker loose. Niet te kort. Kijk, hier. Wat vinden jullie jongens? Ik denk dat ik hem wel meeneem. Voordat ik spijt krijg. Want ik kan hem altijd nog terugbrengen. Ja. Ik denk dat ik die trui toch niet ga doen. Ook al stond hij wel mooi. Ik denk ook even hoe leuk dit staat als top. Stopje. Ja, ik ga deze nemen. Dit wordt zo. Jongens, ik ben nu in de Zara. Kijk deze jas. Ik ben het net niet hoor, maar ik vind het wel vet. Oké, ik kan er niks aan doen. Maar ik vind dit dus heel leuk op een of andere manier. Maar het is zo druk in de Zara. Ook met afrekenen en de pashokjes. Dat ik de Zara even ga skippen. Oké, ik wilde deze jurk passen. Maar het is een beetje kriebelig. Het is zo druk dat ik echt denk dat ik hem weer ga stoppen. Een truijurk. Hij is 20 euro bij Bershka.
Nee jongens, ik vind het te druk. Ik word gek. Ik ga naar huis. Jongens, aangezien ik nu werk, heb ik een cadeau voor Ruben gekocht. Laat maar even je cadeau zien. Kerst. Oh. Kerstcadeau. Oh, dat is een kerstcadeau. Jij mag ook nog een kerstcadeau uitzoeken. Oké, okay, ik vind het leuk om te zeggen. Hey, laat eens je schoenen alsof zien. Alsof je sugar mommy. Ja, ik ben sugar mommy. Laat zien. Even. Laat maar even zien. Ik ben benieuwd wat de kijkers ervan vinden. Deze. Vinden jullie ze mooi? We gaan nu naar huis. Oh, dan moeten we boodschappen doen, Ruud. Daar heb ik echt geen zin in. Goedemorgen jongens. In principe had ik gewoon een hele video voor jullie van gisteren. Maar ik vond het toch leuk om nog een dagje erachteraan te plakken. Dus ik ga zo naar Hilversum. Het is een mooi weer. Het is de dag erna, zeg maar. En ik hoop dat ik gewoon meer dingetjes kan scoren. En dat het wat rustiger is en dat ik wat meer leuke dingen kan vinden. Voor deze video ook. En om te passen, want ik vind het zo leuk ook om terug te zien. Dus geef even je duimpje omhoog als je het leuk vindt dat ik er nog een dagje achteraan plak voor jullie. Dus ik ga nu winkelen. En jullie kunnen mee. Jongens, ik sta geparkeerd. Let's go shopping. Ik liep net de Primark in en ik vond het echt weer zo suf allemaal. Ik vind het een beetje tegenvallen. Ik ben nu in H&M en daar zie ik wel heel veel leuke sale. Ook dingen die ik online had gezien, die ik nu hier zie. Deze eerste is van het chenille, van het zachte stofje. Ik denk dat ik het niet neem hoor, maar ik dacht ik moet het gewoon een keer proberen. Ik hou niet zo van deze kleur roze, maar ik wou het gewoon proberen. En ik heb weer allemaal hele schattige truien, dus laten we gaan passen. Ik heb trouwens echt gewoon een sportbroek aan, omdat ik straks wil gaan sporten. Deze trui is 12 euro en ik kan er niks aan doen. Ik heb echt een hekel eigenlijk aan deze kleur roze. Dat is een beetje overlicht. Maar ik vind het wel leuk staan. Oh, en het stofje, ja, het is echt verslavend. Maar ja, op grijze broek bijvoorbeeld. Nou, wanneer draag je dit? Maar al is het voor thuis. Ik hou hier echt van. Hij heeft ook een hoodie. Ja, ik denk echt dat ik deze neem. Want ik word hier gewoon heel blij van. Omdat het gewoon zo lekker zit. Ik vind hem ook wel echt mooi. Maar op internet had je hem volgens mij ook in een andere kleur. Die wel mooi was. In het donkerblauw geloof ik. Maar ik heb hier al een. Die heb ik zelfs aan vandaag. Oké, deze trui is 20. Mocht je denken van, oh, ze heeft vaak grijze truien. Ik hou heel erg van grijs. En heel vaak breng ik ze uiteindelijk toch weer terug omdat ik ze saai vind. En ik denk dat ik dat met dit ook ga hebben. Maar hij is een beetje kriebelig. Wel handelbaar, maar een beetje kriebelig. En ik denk dat ik er voor 20 euro toch weer te saai vind. Denk ik. Oké, deze is 15. Ik had deze al een keer eerder gezien. Vond ik hem wel heel vet, maar toen dacht ik van, ik heb ook zo'n trui van Bershka, zo'n grote. En uiteindelijk draag ik dat alleen thuis. Ik denk ook dat deze maat, ik vind hem zo vet. Hij is ook net te kort als je hem zeg maar in de zomer op een shortje of zo vind ik dat super vet. Of nu in een broek inderdaad. Ja, juist dat oversized. Hij is al net een beetje lang. Volgens mij was hij er niet kleiner. Ik vind het wel heel tof met het groen. Wat vinden jullie? Ja, ik heb nu een joggingbroekje aan. Ja, liefde. Echt liefde voor deze trui. Deze is nu ook 15, maar ik vind hem ook niet. Ik vind hem wel heel mooi, maar ook weer niet bijzonder. Een beetje. Ja, huismuts-achtig. Deze is dus veel leuker dan ik had verwacht. Ik pakte hem omdat hij ook van chenille is. Maar ik dacht, dat is dat stofje. Wel een beetje groot gewoven, zeg maar. En ik dacht dat ik hem niet zo leuk zou vinden. Ik vind wel meer een zomertrui. Hij heeft weer een beetje dat mouw wat ik heel leuk vind. Hij is 15 dus. Ik word hier wel heel blij van. Ik vind hem wel heel leuk. Ja. Het is niet heel bijzonder, maar ik vind hem wel echt leuk. Ik denk dat ik gewoon die niet moet gaan nemen. Ik heb weer een basic grijze trui voor 10. Je zult denken, wat saai. Ik zoek gewoon een fijne grijze trui die niet zo duur is. Maar hij jeukt heel erg en hij is ook weer saai. Qua model vind ik hem wel heel lekker, maar saai. Dan heb ik hier nog wat truien die ik even ga passen. Deze is nu 20. En als ik me goed herinner, had ik deze al een keer aangehad. En zei ik toen dat ik hem te duur vond. En zeiden jullie, hij is wel heel leuk. Maar hij jeukt. En deze ga ik niet eens passen. Ik vind het altijd wel leuk. Nou, het lijkt een beetje alsof ik ziek ben. Alsof ik zo'n ding om mijn nek heb. Nee, dit wordt maar toch nu ook met 20 euro. Nee. No. Dit zag ik gisteren op de website en ik wilde bijna een bestelling plaatsen alleen voor deze trui. En nu zag ik hem hier, dus ik was heel blij. Weer heb ik iets van hij is saai, er zit wat leuks op, maar verder is hij saai. Maar hij is 15, hij is waar ik van hou met een strak mouwtje en een beetje losjes. Lekker groot waar ik van hou. En hij kriebelt minimaal. Kijk, ik bedoel, het is wel... Toch?
Het is wel heel mooi dit. Voor iemand die een grijze trui zoekt, heb ik dan nu misschien wel de goede trui gevonden. Het is misschien net een beetje groot, maar... Hij is wel gaaf, hè? Leuk. Ik denk toch dat ik hem neem. Ga ik nog even kijken of ik wat zie, anders ga ik naar Zara. En ik vind wel dat de H&M zo heel leuk is nu. Wat ik alleen weet is, het wordt vaak nog een keer afgeprijsd en nog een keer, nog een keer. Dus dan kun je gaan wachten tot het nog goedkoper wordt. Maar vaak, tegen die tijd, zijn er geen leuke dingen meer. Dus ik raad je nog wel aan om toch wat eerder te gaan. Ik ga nog even nadenken. Ik ga kijken of ik nog andere maten hiervan zie. En ik ga even overwegen of ik ze alle drie neem of niet. Ik moest even kwartier in de rij staan, maar ik zag nog wat leuke items. Dus die ga ik nu passen. Geen truien. Deze is Seva. Ja, ik heb nu even geen goede BH aan eigenlijk. Maar hij valt trouwens heel klein. Ik heb echt een mega maat genomen. Hij is een beetje truttig. Ik dacht dat hij door zou schijnen, maar dat valt heel erg mee. Maar het kleurtje is zo net niet, hè. Maar, hier is hij geplooid en hier niet. Dat vind ik echt heel lelijk. Hoor dat? Ik dacht dus dat het helemaal zo zou zitten. Dat wilde ik eigenlijk. Oh, dat vind ik echt niet. Kijk hoe leuk het geplooide is. Ik vind deze helft wel leuk. Maar deze echt niet. Jammer. Hij is maar 7. Deze is nu 10. En ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi. Hij heeft echt 2 laagjes. Hij staat wel goed. Je kan op zich wel zo wat tops gebruiken die geen truien zijn, zeg maar. Ik vind hem wel mooi, denk ik. Niet heel bijzonder, maar wel zoiets wat je echt heel handig in je kast kan hebben. Dat twijfel nog wel. Deze is 7 euro, maar ik vind het echt een heel raar ding. En dit is echt... Oh. Ik hou heel erg van peplum dingen, maar nee, dit wordt er niet. Oké, dit is ook echt een mega faal. Volgens mij is het nog uit de zomercollectie. Ik had hem al een keer gezien, ik vond hem heel leuk, maar het staat mij niet. Hij is 12 euro nu. Het zit ook te strak. Ja, ergens vind ik het echt geweldig, maar het staat niet. Nee. Ik heb nu iets aan van 9 euro, maar dat kan ik geen laten zien. Dus compleet doorschijnend. Maar dan moet ze iets onder, denk ik. En ik twijfel of ik het dan neem. Of ik het aan ga doen. Ik kan het echt niet laten zien. Ik neem dit gewoon aan, jongens. Jongens, zeg maar alsjeblieft dat ik niet de enige ben die niet tegen winkelen kan. Ik kan het gewoon niet. Ik stort helemaal in. Ik wil alleen maar slapen. Ik dacht, ik moet nog naar de Zara. Hierboven hangt dus wat. Maar het is zo druk. Het is zo'n ongeorganiseerd zooitje. En Dus ik ga dit passen. Dan ga ik lekker naar huis. Ik weet niet. Ik ben ook gewoon moe. Ik vind alles lelijk staan. Het is net na kerst. Ik ben echt chubby. En Zo heet. Het is hier denk ik 40? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het is hier denk ik 26 graden of zo. Deze vond ik heel lang geleden al leuk. En hij is nu 8. En hij is niet heel bijzonder. Maar ik vind het heel leuk. Maar wil ik hem. Hallo. Wat een klein pasdoekje. Misschien wil ik hem wel eigenlijk. Even nu kijken of ik dit leuker vind. Kan ik wel gewoon wat basic shirts gebruiken. Deze is 13, maar eerst was hij echt 15 of zo. De sale is echt helemaal niet zo goed bij Zara. Ja, ik vind hem wel leuk. De mouw is net een beetje kort. Ja, het staat op zich wel leuk, maar het is niet boeiend. En deze is ook 13. En deze heeft dus van die schattige mouwtjes, maar verder is hij zo saai. Als ik iets neem, mag ik er echt maar 1 kiezen, vind ik. Ja, weet je, dit kan je ook DIY'en of zo, denk ik dan. Dat is toch echt niet interessant. Maar een wit shirt. En als je een jasje overheen doet om het leuk te maken, dan zie je dit wat meer. Nee. Het is 30 en hij wordt wat groter te vallen, want dit is een M en je had niet kleiner. Ik vind hem wel heel leuk. Maar ik vind 30 euro best wel veel geld. Als ik hem zo net in de film zie, vind ik hem eigenlijk heel erg raar. Out of my way. Nee, dit wordt hem ook niet. Okay, deze had ik al een keer eerder gezien met Ruth. Toen zei dat het is een beetje gekke kleur groen. En nu was er alleen nog maar een M. Dus ik dacht, oh jammer. Maar hij past dus. Dus hij hoort officieel dus zo groot te vallen. Maar dit is eigenlijk top, qua maat. Hij zit bij de mouwtjes dan wel net een beetje kort, vind ik. Maar op zich hou ik daar wel van. Maar hij is niet heel erg afgeprijsd. Oh, hij is van 40 voor 26, dus voor Zara nog best oké. Ik denk dat ik deze neem. Ik vind het heel leuk. Ik ben gek op blusjes. Ja, hier word ik heel blij van. Hij is ook lekker zacht. Ja, deze neem ik. Dit vind ik heel leuk. Yes. Als laatste heb ik deze. Hij is 10. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Hij is net een beetje kort. Ik dacht eerst van wow, maar eigenlijk vind ik hem heel leuk. Ik hou hier wel heel erg van. De Vitra, ja, ik weet dat ik zo'n trui had en die droeg ik nooit. Maar die was echt heel groot. En op zich
deze niet eens zo heel wijd. Misschien neem ik deze ook wel. Ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Ja. Frisse lucht, zo lekker. Lang leven frisse lucht. En dat is in mijn pashokjes shoplog. Ik heb het dit keer even gedaan met gekocht, niet gekocht. Vorige keer heb ik het aan het einde nog allemaal in een soort van shoplog laten zien. Laat even jouw voorkeur op een leuke en aardige, vriendelijke manier weten wat jij fijner vindt. Ik vind namelijk allebei helemaal prima om te doen. Want dan ga ik dit keer nu gewoon lekker de shoplog afsluiten. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vergeet je duimpje niet omhoog te doen en te abonneren voor meer. Laat zeker weten als je het vaker wil zien of wat je anders van me wil zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Oh, en zeg ook even wat je van de items vond. Want dat vind ik echt altijd super leuk om te lezen hoe verschillend onze meningen zijn. Oké, doei doei!